Moeten we nu echt naar open oma? Hé, lieverd! Wie is daar, Hans? Je kleinkinderen. Kleingeld voor kinderen? Stuur maar weg, Hans. Ik haat al mijn kinderen. Nee, je kleinkinderen. Zeg dat dan. Lotte moet om 7 uur naar bed, Kees om 8 uur en Jeroen maakt niet uit hoe laat hij naar bed gaat. En Kees mag geen melk, want hij heeft een koemelkallergie. Geen melk? Melk is goed voor je botten. Ik drink iedere dag 2 glazen melk. Ja, en dat werkt goed zo te zien. Oh, en geen ongezond eten. De vorige keer dat Lotte hier vandaan kwam, had ze 3 dagen lang een suikerpiek. Ik kan me niet voorstellen dat dat door het eten bij ons komt hoor, hè Lotte? Nee, het is gewoon lekker hier, hè? En geen speelgoed met plastic, dat ja, is... Ja, ja, nou wij gaan het gewoon heel gezellig hebben met z'n allen, hè? Kom maar lekker naar binnen. Doe voorzichtig. Doei, doei. Zo. Opa, ik heb een tekening voor jou gemaakt. Wat? Ze heeft een tekening voor jou gemaakt. Oh, nou dankjewel Lotte. Misschien ben jij wel de nieuwe Rembrandt, hè? Nou, dat sowieso niet. Nou Lotte, wat een mooie, dikke, grote, vette zeekoe heb jij getekend, zeg. Dat is oma. Oh ja, nu zie ik het ook, ja. Ja, dankjewel, hè. Die gaat straks weer op zolder. En daarna de prullenbak in. Kijk opa, dit is mijn rapport. Rapport? Huh, dat is wel een duur grapje zo'n rapport. Daar gaat al ons belastinggeld zeker naartoe, hè? Het is gewoon mijn tablet en ik ben ingelogd op mijn gister. Hè? Laat ik maar in ieder geval, wat vind je ervan? Ja, het ziet er op zich wel goed uit. Ik vind alleen wel jammer dat jij geen geschiedenis meer krijgt, jongen. Ja, dat heb ik al, kijk, dat heet GS. Wat is dat nou weer voor een onzin allemaal? Vroeger heette geschiedenis nog gewoon geschiedenis. Oh, en wat is de afkorting van nuttige handjeswerkles dan? Dat bestaat niet meer. Jeroen, ik vind het allemaal prima. Ga maar even naar de keuken naar oma. Die beheert namelijk de knip met muntstukken. Dan krijg je hem nu terug. Hoe vouw je dit ding op, man? Kan ik dat geld dan uitbetaald krijgen in crypto? Hè? Crypto. Zeg jij nou? Opa, mag ik een koekje? Opa, mag ik een hut bouwen? Net zoals Glow Movies. Opa, mag ik op de sites waar ik van mijn ouders het op mag? Ook op die waar papa altijd op zit als mama niet thuis is? Opa, mag ik nog een koekje? Opa, mag ik? Opa! Opa, mag ik? Opa, mag ik? Opa, mag ik? Opa, 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 opa. Stom ding. Oké, Lotte. Wie zong het festivalnummer De Vogels van Holland in 1956? Ja, zandlopen. De tijd is om. Ik ben... Oh, ik was er bijna opgekomen. Nou Jan, doe eens rustig. Lotte is pas 7. Die kan je echt wel wat extra seconden geven om te raden. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan haar niet nu laten winnen omdat ze toevallig 7 jaar oud is. Ze moet gewoon tegen de verlies kunnen. Vroeger toen verloren wij ook wel eens wat. Oh nee, niet de slag om Arnhem. De slag om Arnhem bijvoorbeeld. Wat denk je? Dat onze militairen aan het zeuren waren toen ze verloren van Duitsland? Nee, tuurlijk niet Lotte! Tuurlijk niet! 2000 soldaten kunnen die situatie niet meer navertellen, hè? Denk daar maar eens over na! Denk daar maar eens over na! Jeroen? Ja? Truus heeft mij een e-mail gestuurd, maar ik kan die niet zien op de tv. Ik denk dat je die op je telefoon kunt zien. Oh. Waar dan? Natuurlijk je mobiele telefoon. Oh. Ja, die heeft opa altijd. Jan! Hè? Jan, waar is de mobiele telefoon? Wat? Waar is de mobiele telefoon? Kom maar aan! Hé? Waar is de mobiele telefoon? Oh, ja, die heb ik hier. Kijk alsjeblieft. Ja, ik ga nog even een snack pakken. Wat is je wachtwoord en e-mailadres? Wachtwoord en e-mailadres. Oh, wacht. Daar heeft oma opgeschreven in een boekje. Dat heeft oma hierin opgeschreven. Het is allemaal bij elkaar, want dat is een van deze. Is dit trouwens voor afstandsbediening?
Oh, gelukkig. Eindelijk gestopt. Lukt het, Jeroen? Ja. Zo, ik heb lekker gekookt voor jullie. Oma, zit er melk in iets? Ja, in alles. Maar dan mag ik het niet hebben van mama. Van mij mag dat wel. Maar dan krijg ik echt superveel buikpijn. Weet je waar ik buikpijn van krijg? Die onzin. Opeens heeft iedereen een allergie voor koeien. Ja, ik zal wel dat die boeren zo kapot gaan. En doe wij maar gewoon lekkere verse groenten. En wat piepertjes. Met saus. Van koemelk. Nou, smakelijk iedereen. Oh. Lekker gekookt, Anne. Dit is precies waarom ik nog bij je ben. En omdat ik niet weet hoe de wasmachine werkt. Nou, waar zijn de kinderen nou? Want ze moeten wel zo naar bed. Misschien moet je ze gewoon zeggen dat we een toetje hebben. Dan komen ze vast wel weer terug. Dat is slim. Kees, Lotte, ik heb een toetje, rijstepap. Dat is mijn melk. Nee, dan moet ik ze maar gaan zoeken, hè? Hé, hey Jeroen, wat heb je eigenlijk in je oren zitten? Jeroen, hey, Jeroen! Hallo, wat heb je in je oren zitten? Ja, hetzelfde wat jij ook hebt, maar ik doe het om jullie juist niet te horen. Ah, oké. Okay. Jan, kom eens even helpen! Ik kan ze niet zien, maar ik heb mijn bril ook niet op. Kun jij ze vinden? Tuurlijk kan ik ze vinden, Annie. Tijdens de oorlog pikte ik de Duitsers er ook altijd zo in de velden uit. Ook al hadden ze camouflage aan. Oké, kun je nou eens een keer ophouden over die... Weet je hoe ik dat deed? Ik ging gewoon af op de geur van vlamkoeken en curryworst. Ik ruik kots. Ja, ik zei toch dat ik niet goed tegen melk kon? Zo, ik ben speciaal voor jullie door mijn rug gegaan om dit voorleesboek van zolder te halen. Kijk eens, kinders. Dat ligt er al even. Er was eens een kraai met een gouden poot. Hij... Is opa dood? Nee, hij stinkt genoeg. Zo, lekker boterhammetje met suiker voor jou, daar groeien goed van, Lotte. Zo, hallo. Mam, wat heb ik nou gezegd? Lotte mag helemaal geen suiker en Kees mag geen melk. Ach, Kees die kan heel goed tegen melk. Maar ik heb gisteren nog ook... Jeroen heeft trouwens echt een mooi nieuw rapport, hoor. Jeroen heeft helemaal geen nieuw rapport. Jeroen heeft 2 weken geleden zijn rapport aan jullie laten zien. Nou, jongens, kom we gaan. Kees, trek jij je schoenen even aan? Oh, ik denk dat er een buikvirus heerst of zo. Ik kan Kees anders wel wat aan ijsmelk geven. Ik ben er helemaal klaar mee. Rot op met je melk. Kom, kinderen, we gaan naar huis. Ja, was... Het is gezellig. Schat, denk je niet dat het... Nee. Glaasje melk? Ja, lekker. Hey, kom, nou, rustig. Hé, doe eens even rustig. Wat zeg je nou? Crypto. Crypto.